Hoe was dat moment voor jou dat je dacht van, hey, ik stop nu met deze baan voor altijd en ik ga altijd ondernemen? Of wat was je gedachte toen je ging stoppen? Nou, toen was ik nog ook op die baan bezig met communiceren met China via Alibaba AliExpress. Ja, ja. Ik voelde me zo cool, ben aan het ondernemen gewoon. En op een gegeven moment dacht ik van, hey, ik denk dat ik een ontslag wil nemen. Mm-hmm. Ik wilde dat gewoon die dag gewoon gaan doen, hè. Maar ik had meer loon, dus daar was ik net over aan het nadenken. Ik had ook meer loon dan voor afgaande baan. Ik had 28 plus 13, dus 41 vakantiedagen gewoon. Per jaar. Het was echt, ja, per jaar. Goed bedrijf, Nederlands collega's, internationale collega's. Vond het echt leuk daar. Niks te klagen eigenlijk, in principe. Oké, en toen heb je toch ontslag genomen op een gegeven moment. Ja, ik was nog steeds bezig met die video's. De vriend en zijn broer, die uiteindelijk ook mee kwam ondernemen, waren met z'n drieën. En die kozen allebei een andere pad op te gaan. Dus in één keer zat ik met een bedrijfsnaam genaamd Reconstructed. Van herbouw jezelf naar een nieuwere jij. Waar moet ik hiermee? En toen dacht ik, welke ene skill heb ik de afgelopen tijd geleerd? Ja, nou, ik ben binnen een paar maanden ben ik best wel comfortabel geworden voor een camera. Waarom ga ik anderen, want ik luister ook naar Ilko de Boer, Master Moves, is een cursus van €2.500. Die had dan die vriend gekocht. Oh, die vriend had die gekocht en aan jou gegeven? Ja, en ik was daar ook heel serieus mee bezig, weet je wel. En Ilko de Boer inspireerde ook van, je kan je eigen dienst maken, kennis verkopen. Ja. Toen dacht ik, welke kennis heb ik nou? Als talentloos, passieloos, ambitieloos gast. Nou, ik ben best wel comfortabel geworden voor de camera. Ik ga een ander binnen een maand leren, comfortabel, met zelfvertrouwen te spreken voor de camera. Oké, tof. Dus je hebt eigenlijk, dan heb je je aanbod gemaakt. Ja, ik had volgens mij in één dag een 4 weken dienst. Elke week heeft een apart thema. Ja. Aparte videoopdrachten. En dan zou ik die video's reviewen, helemaal uittypen. Soms had iemand een 8 minuten video, ging ik helemaal uittypen. En feedback leveren.